Oranje staat donderdagnacht in de kwartfinale van het WK. Tegenstander Spanje is een tegenstander van formaat. Maar door onrust in die ploeg is de allerbeste speler, Mapi Leon, er niet bij. Steven Kooijman is onze man ter plekke. Ja, Steven, jij bent bij de persconferentie geweest vanmiddag. Zo daar meer over. Ik wil natuurlijk eerst alles weten over die rel bij Spanje. Ja, die is heel sappig. Die hebben we natuurlijk al besproken. Na het EK is er een muiterij geweest onder ongeveer de complete selectie van Spanje. Ja. 15 speelsters, nou, dan kom je al een heel eind. Inclusief twee dames die niet op het EK waren, maar wel heel goed zijn, waaronder Jenny Hermoso. Waar het op neerkwam, er was een onveilig teamklimaat heerste er. Ze waren het niet met de trainingen eens van de trainer, Jorge Vilda. Nou zou je zeggen, als 15 speelsters opstaan en gaan muiten, dan zijn de dagen van de bondscoach wel geteld. Ja. Klein dingetje, saillant detail. De man die regeert namelijk over zichzelf, want hij is ook de technische of de directeur sportief van de Spaanse bond. Dus ja, hij vond van zichzelf dat hij moest blijven zitten. En ja. Heeft eigenlijk al 15 speelsters eruit gemieterd. En die mocht alleen terugkomen als ze hun excuses zouden maken. Mapi Leon is er niet bij. Dat is inderdaad hun, laat zeggen, de belangrijkste speelster die staat ook voor principes. Is een hele goede verdedigster. En dat is goed nieuws voor Oranje. Precies. Want de achterhoede van Spanje is echt een stuk zwakker dan het aanvallende gedeelte, het middenveld en de voorhoede. Daar zijn ze ongelooflijk goed. En volgens mij heb ik 2 weken geleden geroepen dat Spanje mijn toernooifavoriet was. Maar je hebt tegen Japan kunnen zien, de wedstrijd Japan-Spanje, ja, dat ze achterin kwetsbaar zijn. En toen werden ze met 4-0 van het veld gecounterd. Dus dat is wel goed nieuws dat Mapi er niet bij is. Ja, want eigenlijk was het in potentie misschien wel de beste ploeg van het WK, hè? Ja, anders. Dat denk ik wel. Het Spaanse vrouwenvoetbal heeft een enorme vlucht genomen. Je moet je voorstellen dat in de tijden van Franco het vrouwenvoetbal nog verboden was. Dus we praten pas over, Franco is begin jaren 70 overleden. Dus ik meen vanaf 75 mochten vrouwen voetballen. De idiote gedachte. Maar inmiddels, ik geloof dat de onder 17 van Spanje is wereldkampioen. De onder 19 Europees kampioen. De onder 20 wereldkampioen. Ja, het is belachelijk hoeveel talent er rondloopt. Ja. Uiteraard ook in het nationale team. Maar als je zo coacht of blijkbaar geen veilig teamklimaat kan creëren, ja, dan lopen de speelsters weg. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Maar het is echt een geweldige ploeg. Maar goed, er zit nu twee spalten in. Want misschien nog wel handig om te vertellen dat de tweevoudig beste speelster van Spanje, Alexia Putellas, die heeft niet meegemuit. Ze was geblesseerd op de EK, had een kruisbandblessure. Nou, eigenlijk heeft ze een beetje geprobeerd om als mediator op te treden. Ja, dat zit natuurlijk ook nooit lekker. Ze heeft zich nooit uitgesproken voor de speelsters die muiten, maar ook niet voor de coach. Nee, zeker niet. Laten we dan eventjes naar onze eigen Oranje-leeuwinnen gaan. Van de Donk, die is er natuurlijk niet bij. Die is geschorst. Wie gaat haar vervangen? Is misschien onze Spaanse overloper. Dat is een beetje oneerbiedig, maar goed, dat is natuurlijk wel zo. Egurola, een slimme zet? Nou, dat zou kunnen. Wat dat overlopen betreft, die coach die heeft toen hij eigenlijk niks te maken had met onder 20, want hij was alleen technisch directeur. Is hij naar Damaris toegegaan en heeft gezegd, ja, weet je, speelsters zoals jij, die kan ik echt niet gebruiken. Daar was zij dermate beledigd door goede speelsets, alle jeugdselecties van Spanje doorlopen. Ze heeft een moeder die in Groningen is geboren en toen was voor haar de keuze snel gemaakt. En dat ze via haar ploeggenote Danielle van der Donk, ja, daar hebben we er, eigenlijk gepolst is of ze dan niet misschien liever voor Oranje zou willen spelen, omdat vanwege alle problemen bij Spanje. Nou, dat heeft ze gedaan. Dat kan er nu geen windeieren leggen. Want Danielle is er niet bij. Is wel een aanvallend ingestelde middenvelder. Daar heeft Jonker er ook wel eentje van rondlopen op de bank. Wieke Kaptein. Maar die is 17 jaar, nog heel jong. Wel zeer talentvol. Maar Damaris is een speelster van Olympique Lyon. En dat is echt Europese top. Iets verdedigender, maar het is wel een geweldige kopper en een prima voetbalster. Dus ik neem aan dat hij voor haar gaat kiezen. Schuilt misschien het gevaar dat ze zichzelf wil gaan overlopen. Dat ze er misschien een paar keer stevig in gaat. En wie weet wat er dan kan gebeuren. Omdat ze misschien te graag wil. Het is wel grappig dat ze bijna met alle Spaanse speelsters heeft samengespeeld. En daar zijn er echt een paar hele goede vriendinnen van. Waaronder
Ja, Bonmati, Aitara Bonmati, dat is ook, heeft het gelijk over de allerbeste spelers van de wereld. Dat is een van haar allerbeste vriendinnen. Is grappig, want die zullen elkaar echt voortdurend gaan tegenkomen. Ja, maar ze kan ook natuurlijk Jonker wel voorzien van goede informatie. Dat heeft ze ongetwijfeld gedaan, denk ik. Ja, dat heeft hij vanavond op de persco gezegd. Inderdaad, vergis je niet, Merel van Dongen, die voetbalt al 5 jaar bij Atletico Madrid. Stephanie van der Gracht heeft in Barcelona gespeeld 2 jaar. Lieke Martens natuurlijk. Ja. Weten we allemaal bij Barcelona, dus er is kennis genoeg. Ja, die ploeg is stuk geanalyseerd door de scouting. En Jonker zelf heeft nog bewegende beelden gezien, dus die heeft geen geheimen meer. Maar goed, alle kleine dingetjes die je misschien nog extra weet. Ja, kennis is macht, ook in het voetbal. Ja, wat zei hij verder nog over Spanje op de persconferentie? Ja, weet je, die moet je eigenlijk een beetje vergeten. Ik denk, we moeten heel blij zijn met Andries hier bij volgers, want hij probeert er nog wat van te maken. Maar dit is altijd een moetje. Een show, open deuren in trappen, maar een moetje. Ja, god, hij vindt het een goede ploeg. Zij zijn zelf ook een goede ploeg. Nou ja, dat werkt. Ja, precies. Nou, het wordt sowieso een moeilijke pot, maar als we in jouw glazen bolletje mogen kijken, wat gaat het worden? Nou ja, ik ben er wel een beetje in gaan geloven. Een beetje de bijgelovige in mij. Ik denk er altijd rustig aan. Ik denk dat Oranje er heel goed voor staat. Ja, het is alleen maar beter geworden. En ik denk dat de kracht zit in de collectiviteit, in de sfeer. Je hebt al eerder wel eens aan mij gevraagd: is er dan echt geen relletje bij Oranje? Precies. Nee, het spijt me. Ik kan er geen eentje opnoemen. Misschien is het nog handig om te weten dat Esmee Brugs vandaag een kwartier later op de training verscheen. Ik heb verder geen mededelingen over gedaan, maar ook dat is geen relletje. En iedereen is gewoon topfit. Inclusief Linette Berenstein, die natuurlijk terug is van de enkelblessure. Ja. Had de hele wedstrijd gespeeld tegen Zuid-Afrika en heeft het even een dagje rustig aangedaan. Maar die traint inmiddels ook alweer volle bak mee. Dus, uitslag. Ze gaan vol op de aanval beide. Ik denk dat Oranje moet proberen om Spanje niet te laten aanvallen, niet om niet de bal te geven, want dan krijgen ze echt een paar ronde oren. Maar goed, Nederland is gevaarlijk in de counter. Hun achterhoede is slecht. Ik houd op 3-2 voor de Oranje. Nou, dat lijkt hebben we dat gedaan? Dat lijkt me hartstikke mooi. Donderdag of vrijdagnacht is die wedstrijd om 3 uur 's nachts Nederlandse tijd uit mijn hoofd. En voor alle verslagen kunnen we natuurlijk weer terecht op telegraaf.nl. Dankjewel, Steven. Zeker.